Ik wilde aan de andere kant ook laten zien dat hoe donker sommige dingen ook kunnen voelen of hoeveel pijn je ook kan hebben, dat het ook wel weer ja, beter kan worden en weer zomer kan worden. In alle jaargetijden in mei confronteert Nena Triana Sanchez de lezer met haar levensverhaal. De Leidse schrijft over het seksueel misbruik en haar eetstoornis. Tweeling, het misbruik heeft me in tweeën gespleten. De oude ik, de nieuwe jij. Wie ben ik, wie is zij? Je hebt me gemaakt tot iets wat ik zelf niet ken. Ironisch, gezien ik degene ben die ik ben. Ik was 8 jaar, ja, toen het begon eigenlijk. Het is me wel meerdere jaren gebeurd. Om te overleven drukt ze het misbruik onbewust jarenlang weg. Ik heb zelf ook heel erg gestruggeld met het stukje schaamte van, oh, was het dan niet mijn eigen schuld? Had ik niet iets moeten doen? Had ik niet iets moeten zeggen? Ik was niet tevreden over mijn lichaam. Dat stukje schuld lag denk ik ook, dat ik dacht van, ik wil uit dit lichaam, ik wil hier niet in zijn. En daardoor ontwikkelde eigenlijk mijn eetstoornis zich ook. Als ze 19 is, gaat ze in therapie. En wordt ze aangemoedigd het op papier te zetten. Sommige dingen had ik opgeschreven, andere dingen op de computer. Dus ik wilde het eigenlijk allemaal in één ding. En toen dacht ik, ja, ik kan het eigenlijk gewoon proberen om het op te sturen naar iets. En toen had ik het thema erin aangebracht. En toen wilde ze het heel graag uitgeven. In mijn bloed, in mijn huid, in elke vezel van mijn ziel, in alles in mij zit jouw aanraking verborgen. Nena heeft nooit aangifte gedaan. Ik vind het heel erg dat zo'n aangifteproces zo moeilijk is en dat je echt moet bewijzen en dat het uiteindelijk misschien woord tegen woord wordt. En daar had ik op dat moment geen behoefte aan en nu denk ik inmiddels ook van, het helpt mij niet als ik ga benoemen wie de dader is. Twee rijtjes hoedjes oranje. Ze heeft zich altijd gesteund gevoeld door haar vriendinnen en haar voetbalteam. Daar kon ik gewoon zijn wie ik ben buiten mijn trauma en mijn eetstoornis. En dat heb ik altijd heel erg fijn gevonden. En zij betekenen daarom echt heel veel voor mij. Met de dichtbundel hoopt ze andere slachtoffers te kunnen helpen. Zodat mensen inderdaad ook ermee naar buiten durven te komen. En misschien andere mensen in een andere positie wel de aangifte doen en wel gerechtigheid krijgen. En in de hoop dat als er meer aandacht voor komt, meer openheid, dat het ook minder gebeurt. Als een koude winterbries razend door mijn jas. Als de storm die zachtjes met mij meehuilt. Als de verraderlijke zachte lente waardoor tranen vloeien. Als de zomerzon die mijn huid langzaam verbrandt. Zit elke aanraking van jou in mij.